Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Jij in de Wijk. Deze aflevering gaan we kijken waarom mensen die in strooiingslanden hebben gewoond weer graag terugkomen naar de wijk. En we gaan kijken wat de Helmerhoek nou zo leuk maakt. Met name het groen en de vijvers. Dat zijn de mooiste stukken, vind ik. Wat maakt het in de wijk strooiingslanden dat wijkbewoners die daar zijn opgegroeid graag in de wijk blijven of weer terugkomen? Onze verslaggever Marlieke komt zelf ook uit de wijk en zoekt het uit. Strooiingslanden, een hele groene wijk. Veel speelmogelijkheden voor de kinderen en heel veel activiteiten in de wijk. Waarom is de wijk Strooiingslanden zo populair? Ik ga hierover praten met wijkbewoner en fan van de wijk, Fred Geuvers. Fred, je woont hier nu 23 jaar op Strooiingslanden. Wat maakt voor jou Strooiingslanden zo'n fijne wijk om hier te wonen? Op de eerste plaats de totale omgeving, de groene omgeving. Plus de huizen op zich. Het ruimtelijke wonen hier, veel parkeerplaatsen, grote tuinen. En kindvriendelijk, hè? En kindvriendelijk. Ja. Ik geloof totaal 20 of 22 kinderen in alle prijsklasses, noem ik het altijd. Ja. Van net in de wieg tot aan 17, 18 jaar. En ben je bekend in de wijk? In de zin van je doet veel voor de wijk? Komen mensen ook bij jou met vragen over de wijk? Of die... Ja, toch wel. Ja. Ja, niet echt dat dat ik niet over straat kan. Zo gek is het niet, maar dit zijn wel echt... Mensen, maar moet ik zeggen, ik ken ook heel veel mensen buiten de wijkbezet om, van de wijkraad. Ik doe nog vrijwilligerswerk op de buurtbus, die ook in deze wijk rijdt natuurlijk. Ja. Ik heb hier gigantisch veel bekenden zitten van vroeger, van school. Ja. Hoe zit het nou? Want vanuit mijn eigen ervaring, ik ben hier ook opgegroeid en ben daarna zelf met mijn gezin hier komen wonen. Ja. Merk je dat veel in de wijk? Dat mensen weer terugkomen? Toch wel. Ja, nou niet heel erg veel, maar om hier op het plein zelf te noemen, mijn eigen dochter is er gekomen in Zuid. Nou, hiernaast, op een naast woont nog iemand, de jongen die vroeger ook gewoon is weggegaan en is ook weer teruggekomen. Ja. En heb je zelf een plek in Strooiingslanden waar je graag komt? Wandel je veel? Nou, ik moet eerlijk zeggen, niet echt specifiek. Wat dat betreft is, ik loop wel eens met de hond en ik kom wel eens met die kleine nog wel eens eentje voeren, vijver hier aan de buurtstraat. Ja. Dan pakken we meestal wel eens het uilenvliegen pakken we dan mee op de woensdagmiddag. Met Dragonheart. Dragonheart. Ja. Nou ja, in het winkelcentrum, daar kom ik dus, ik zal zeggen, bijna elke dag. Ja. En als je het over Strooiingslanden hebt, we hebben het net al even gehad over de mogelijkheden, maar heb je fijne ervaringen hier? Of wat is het nog meer dat je echt zegt, nou, Strooiingslanden is wel iets waar ik graag wil wonen? Echte ervaringen. Ja, het is één grote ervaring vanaf het begin. En niet echt specifiek. Misschien had ik dat ook wel gevonden in een andere wijk. Dat moet ik eerlijk zijn, dat weet ik helemaal niet. Want je bent hier eigenlijk. Ik ben hier eigenlijk. Maar de contact met de buren. Met de contact met de buren hier op het plein is heel goed. Ja. Want wat dat betreft worden hier op het plein nog wel redelijk veel georganiseerd. Ja, heb je ook nog buurtfeesten en zo? Wij doen eigenlijk alle dingen om te beginnen. Paaseieren zoeken met de kleintjes. Daarna vallen we in de zomerperiode. Hebben we altijd een pleinbarbecue. Daar doen we los mee. Ja. Daarnaast doen we eens in samenwerking. Dat hebben we doorgezet naar september. Omdat dan altijd burendag.nl is. Ja. En dat combineren we dan met ons eigen buurfeest. Ja. Dus goed vertoeven hier. Jawel, wat dat betreft. Dat zeg ik het. Niet iedereen doet mee. Maar iedereen draagt alles wel een warm hart toe. En, ik zeg ook altijd. Maar wie er mee wil doen, doet mee. En wie niet meedoet, die... Die mist de leuke dingen, zeg ik altijd. Ook de Helmerhoek is een populaire wijk. Onze wijkreporters Jenne en Paul vragen wijkbewoners wat de Helmerhoek nou zo leuk maakt om in te wonen. Nou, Helmerhoek is een fijne buurt. Ik woon hier al 25 jaar en we van plan om wel even te blijven. Ja, prima wijk. Netjes, rustig, groen. Ja, mooi. Fijn om te wonen. Ja. Wat zijn de speciale plekken die je mooi vindt? Met name het groen en de vijvers. Dat zijn de mooiste stukken, vind ik. Wat vinden wij van de Helmerhoek? Wij vinden de Helmerhoek een fijne wijk. En dat kan ik zeggen, want wij wonen er al een jaar of 12. Wonen we er al. Lekker groen, hartstikke sociaal. En ik ben nog niet van plan om voorlopig te gaan verhuizen. Zijn er speciale plekken die je leuk vindt in de Helmerhoek? We zijn daar natuurminded, maar dat is alles genoeg. En wat vind je het mooiste hier in de week? Wat ik het mooiste vind in de week? Ik denk achtergelegen natuurgebied, zeg maar. Van de Rukbeek. Ben een beetje tevreden op het winkelcentrum? Ja, ik heb er al eerder een keer ingevoerd, maar dat is inmiddels geregeld. Er zit weer geld in.
In de muur? In de muur. En verder voor de rest. Ik denk dat er wel een soort doe-het-zelfzaak-achtig iets bij zou vinden. Ik heb is, wat vind je van de Helmerhoek? Ik ben er geboren en getogen. Ik vind het een prima wijk. Ja. Wat vind je heel goed eraan? Heel goed eraan. Nou, alle voorzieningen zijn dichtbij. Het winkelcentrum is dichtbij. De scholen zijn dichtbij. De sportvelden zijn dichtbij voor de kinderen. Ja. Is het een gezellige wijk? Het is wel eens gezelliger geweest. Ja, ja. Het mooiste zeg maar dat er zoveel groen in de wijk is. Ja, ja. En dat het buitengebied heel dichtbij is. Dat vind ik heel dichtbij. Plezierig. En ook het centrum van de stad met alle voorzieningen, ja. Weer relatief dichtbij. Ja. Plezierig wonen. Plezierig wonen, al heel lang. Ja. Ja, ik vind het een super gezellige wijk. Ja. Ja. Ik woon er al 30 jaar bijna. En ik ben er niet weg te slaan. Ja. Wat maakt het zo gezellig? Het is een beetje een dorpsgevoel, denk ik. Ja, ja. Mensen kennen elkaar, als je met de hond wandelt, zie je dezelfde mensen, op school zie je dezelfde mensen. Naar ik vind Helmerhoek een hele fijne wijk om in te wonen. Alles is in de buurt, bij elkaar. De winkel en de scholen en naar buiten gaan met kinderen. Ik vind het wel een wijk waar ook steeds meer overlast is. En dat vind ik heel erg jammer. Ja. Het is wel een wijk wat heel erg daarmee probeert om daarop in te spelen. Dus dat is prettig. Er worden steeds meer weer zaken georganiseerd voor jonge en oudere kinderen. Dus de kanttekeningen die ik zie, dat wordt wel aangepakt en dat is fijn. Natuurlijk heeft iedere wijk mooie en speciale plekken die de wijk bijzonder maken. Junior reporter Wouter laat zien wat dat in de wijk Stadsveld is. Ik ga jullie vandaag wat vertellen over de wijk Stadsveld. Stadsveld is een heel afwisselende wijk. Je hebt hier veel mooie parkjes waar je tussendoor kunt lopen. En je kunt hier ook sporten op sportvelden of in sportzalen. Voor jonge kinderen zijn hier ook veel speeltuintjes waar ze lekker kunnen spelen. Vanuit Stadsveld ben je makkelijk op de fiets of met de auto in het centrum. Ook ben je vanaf Stadsveld snel op de snelweg. Hier in de wijk is veel afwisseling in leeftijd. Hier wonen zowel oude als jonge mensen. Wil je ook laten zien wat er speelt in jouw wijk? Mail ons! Volgende keer weer een nieuwe aflevering van Jij in de Wijk. Die gaat over de jodiumtabletten die zijn uitgedeeld. Tot volgende week.